Hallo jongens en welkom in de video van vandaag. Ik ga vandaag reageren op een van mijn eigen video's. Ik ga de video kijken waarin ik mijn vluchttas, mijn bevaltas inpak. Nu achteraf dus bekijken, hey, heb ik die spullen die ik ingepakt heb daadwerkelijk gebruikt? Had ik ze nodig? Welke spullen waren er gewoon echt compleet idioot om mee te nemen? En welke waren super handig? Dus een hele interessante video, denk ik. Ik ben vooral heel erg benieuwd of ik spullen heb ingepakt die ik totaal niet gebruikt heb. Dus laten we er vooral niet te lang over gaan praten, maar vooral gewoon lekker gaan kijken. Ik ben inmiddels 33 weken zwanger en ik heb vandaag alles ingepakt wat ik nodig heb. Als ik straks ga bevallen. Oh, het is echt heel grappig om mezelf met zo'n dikke buik te zien. Ik heb dus helemaal nog geen video's daarvan teruggezien. Ja, en hier zitten natuurlijk dingen in die voor mij zijn. Maar natuurlijk ook dingen voor baby. En mijn man gaat zelf zijn tas inpakken. Dus hier zit niks in wat voor hem is. Maar er zit wel een briefje hierbovenop. Die heb ik onder het handvat gedaan. En dat is alles wat er last minute nog in moet. Het is super handig denk ik als we dat gewoon op een briefje hebben. En ik ga er misschien zelfs nog wel een pen bij leggen dat we kunnen doorstrepen als we het gepakt hebben. Als het moment daar is, want ja, je weet gewoon niet hoe het dan gaat. Of je dan super veel haast hebt of dat je gewoon heel veel tijd hebt. I don't know. Overal op voorbereid zijn. Ja, dat briefje was heel handig. Maar wij hebben twee keer op het punt gestaan om naar het ziekenhuis te gaan. Dus de eerste keer dat we dat gingen doen, had ik alles al doorgestreept wat ik dus had ingepakt. Nou, vals alarm, mochten we weer naar huis. En toen had ik dus wel alles al doorgestreept. Dus heb ik alsnog een tweede briefje gemaakt. Dus ja, streep het vooral niet door, maar zet er een kruisje achter ofzo. Want ja, anders kan je het niet meer lezen. Wat staat er op mijn lijstje? Dat zijn mijn sleutels, mijn camera, mijn statief, accu's, oplader van mijn camera en SD-kaarten. Natuurlijk mijn zorgpas, mijn ID-kaart, mijn portemonnee. Telefoons, opladers voor telefoons. Ik wil mijn yogabal meenemen, maar die gebruik ik nu nog. Dus die moeten we dan ook nog even inpakken. Ja, mijn yogabal heb ik niet meegenomen. Omdat iemand dus gecomment had van, hey, ze hebben superveel van die ballen in het ziekenhuis. En die hadden ze ook. Het enige wat dan wel zo is, is dat je er een soort van hoes over de yogabal heen moet doen. Voor de hygiëne. Ja, ik had verwacht dat ik dat irritant zou vinden, omdat dat dan gaat schuiven. En omdat ik gewoon die yogabal zo wil. Maar eigenlijk vond ik dat helemaal niet irritant. Ja, dus mijn yogabal heb ik niet meegenomen uiteindelijk. En dat hoefde dus ook niet. En make-up heb ik opgezet, want dat gebruik ik nu ook gewoon nog. Ja, make-up is ook zo'n dingetje wat sommige mensen zeggen, nou dat hoef je echt niet mee te nemen, want dat is het laatste waar je over denkt. Maar ik vond het wel heel fijn dat ik het bij me had. Want ik had gewoon tijd om het even op te doen. En ik vond het ook prettig om ja, voor mijn gevoel een beetje put together te zijn ofzo. Nou, en een maxi cozy, die heb ik ook klaarstaan. Die ga ik bewust nog niet in de auto zetten. We hebben wel zo'n Isofix ding voor in de auto waar je deze dan op kan klikken. Die gaan we wel gewoon in de auto zetten. Maar daadwerkelijk de maxi cozy zelf laat ik gewoon hier in huis staan. Voor het geval dat Jeroen bijvoorbeeld weg is met de auto en ik ineens naar het ziekenhuis moet. Ja, de maxi cozy had ik best wel prima in de auto kunnen zetten. Ik vind het wel schattig dat ik er zo over nadenk. Maar ja, Jeroen komt sowieso met de auto later dan naar het ziekenhuis als hij er niet bij was geweest. Ja, dus die maxi cozy had ik niet per se erbuiten hoeven houden, maar maakt ook niet heel veel uit. Een bizar idee trouwens jongens, dat hier, letterlijk hierin, over niet eens zo heel lang, onze baby ligt. Echt mindblowing, echt waar. Ik vind het echt heel schattig om mezelf zo te zien voordat ik wist wat er allemaal ging gebeuren. Maar nu de tas, want daar kom je voor. Hier ligt onze cord ring. En dat is iets wat we gebruiken in plaats van een navelklem. En alleen dit hele kleine siliconen rondje is wat achterblijft om de navelsteen. Die cord ring hebben we inderdaad gebruikt. En was super fijn. Het was helemaal niet bulky. En ja, ideaal veel handiger dan zo'n grote clip, denk ik. Dan heb ik een lekkere warme hydrofiele doek. Leuk voor foto's, maar misschien ook wel fijn voor de terugweg. Of nou ja, ik vind het gewoon fijn om er eentje mee te hebben. Die hydrofiele doek heb ik niet gebruikt. Ik was ook helemaal vergeten dat ik hem bij me had. Dus die had ik niet per se mee hoeven nemen. Ik heb hem ook niet gemist.
En dan heb ik voor baby nog 3 zakjes met kleding. Ik heb het in Ziploc tasjes gedaan. En ik heb er opgeschreven wat erin zit. En welke maat het is. Ja, prima dat ik 3 zakjes mee had. Ook wel handig, denk ik, verschillende maten. Uiteindelijk heb ik er maar eentje gebruikt. Wel zou ik volgende keer wat praktischere kleding uitzoeken. Ik had gewoon echt geen idee hoe ingewikkeld het is om zo'n hele kleine baby aan te kleden. En ik had nu een pakje met heel veel kleine knoopjes en dingetjes. Volgende keer zou ik gewoon lekker een of ander schattig boxpakje met drukknoopjes. Ja, net zoals de rompers zou ik alleen maar overslagrompers kopen de volgende keer. Dat zijn van die rompers die je dan gewoon zo aantrekt als een vestje en dan hier met knoopjes dichtmaakt. Die hoeft dus niet over het hoofd, want dat had ik hier niet. En ja, een romper zonder knoopjes met lange mouwen is echt gewoon onmogelijk. En aan deze kant van de tas ligt ook nog een pak met kokoswater. Ja, dit heb ik niet gedronken. Ik ben het ook helemaal vergeten. Was wel chill geweest. Misschien had ik Jeroen wat meer aan moeten sturen dat hij die tas even goed zou uitpakken en eruit zou halen wat we nodig hadden. Volgens mij hebben we het zelfs in de koelkast in het ziekenhuis laten staan. Volgens mij hebben we best wel veel dingen in die koelkast laten staan als ik er nu over nadenk. Nou ja, anyway, was een prima idee. Heb ik niet gebruikt. Niet heel erg. Dus ik vind het belangrijk om wat kleine, maar wel gezonde snacks mee te nemen voor tijdens de bevalling. Dat ik gewoon, als ik daar behoefte aan heb, af en toe even wat kan eten. Ja, en zo te voorkomen dat ik ook heel licht in mijn hoofd word en zo. Dus de snacks die ik meeneem zijn een pakje dadels. Ik had die dadels ingepakt. Ik heb er niet van gegeten, want in de weken naar mijn bevalling toe at ik elke dag 5 of 6 dadels. Omdat het dan zo'n onderzoek is dat gaan helpen met de bevalling. Ik zal er even wat linken daarover beneden als je daarin geïnteresseerd bent. Maar dadels kwamen echt gewoon helemaal mijn neus uit op het moment dat ik ging bevallen. Dus nee, dat heb ik niet gegeten. Die andere snacks waren wel heel fijn, vooral de noten. Ik heb toen ik naar het ziekenhuis ging ook nog gewoon een hele zak noten meegenomen. Dat was een hele fijne snack. En we hadden nog van die fruitzakjes voor kinderen, van die knijpfruitzakjes. Die waren ook super fijn, dat had mijn verloskundige aangeraden. Dat en van die Friese vlag breakers, die waren ook heel chill. Want dat kan je gewoon echt super makkelijk wegtikken tijdens de bevalling. Dus ja, snacks zijn wel echt heel fijn. Dan heb ik hier nog een dopper, een lege, die kan ik vullen met water. Ik heb wel over nagedacht om een fles te kopen met een rietje, zodat je ook liggend kan drinken als dat nodig zou zijn. Maar ja, ik heb zoveel flesjes in huis en ik vind het gewoon een beetje zonde om dan echt een fles met een rietje te kopen alleen maar voor die reden. Die dopper was heel chill. Uiteindelijk heb ik er nog zo'n opzetstukje bij gekocht. Zo'n dop. Zo'n sportdop. Dus dan kon ik gewoon heel makkelijk uit drinken. Super chill. Dat is echt een aanrader. Hoef je niet een heel nieuw flesje te kopen, maar kan je wel makkelijk uit drinken. Eens even kijken. Ik heb hele lekkere warme sokken bij me. Dan heb ik 2 tops die ik tijdens de bevalling fijn aan kan. Ik wil graag in bad bevallen, maar het lijkt me wel fijn om dan iets aan te hebben. Dus ik heb deze leuke zwarte crop top. Ze zitten allebei heerlijk. Ik vind het belangrijk dat ik ze ook makkelijk uit kan doen. Ze zijn heel stretchy. En deze hele mooie. Die warme sokken heb ik niet aangehad. Die tops ook niet. Maar dat komt eigenlijk vooral omdat ik mijn bevalling ging filmen voor YouTube. En ja, en deze tops waren allebei best wel diep uitgesneden. Dus daar voelde ik me niet echt prettig bij. Dus uiteindelijk heb ik nog 2 andere tops gekocht. Zodat ik me gewoon vrij kon bewegen. En het me niet uitmaakte hoe ik op de film stond. En dat je niet alles kon zien. Dat is deze. Dit is een groene jurk. En ik heb hem zelf wat vermaakt, zodat hij nu knopen aan de voorkant en aan de achterkant heeft. Dus hij kan gewoon aan de voorkant ongeveer tot hier open en aan de achterkant gewoon tot achter aan mijn rug. Of tot onder aan mijn rug. Dus dan kunnen ze gewoon overal bij, maar heb ik niet het idee dat ik daar de hele tijd super naakt rondloop als dat niet nodig is. Grappig, ik heb die jurk dus helemaal gemaakt en genaaid en die knopen en zo. Ik heb hem geen seconde aangehad. Had ik kunnen doen, ja, heb ik het gemist? Nee. Ik had gewoon zo'n top aan en een pyjama broek. En daarin heb ik de hele tijd rondgelopen. En op een gegeven moment ging ik in bad. En toen had ik alleen nog die top aan. En ja, na de bevalling deed ik ook gewoon weer lekker een warme pyjama broek aan. Dus nee, die jurk heb ik niet aangehad. Maar mentaal was het denk ik wel fijn om gemaakt te hebben. Gewoon weer als voorbereiding.
Dit is een hele lelijke. Een hele lelijke douchemuts. Very pretty. Maar ja, ik wil dus graag veel in bad, veel onder de douche. Daar ontspan ik nu ook al enorm van. Dus ik weet dat dat tijdens de bevalling ook heel erg gaat helpen. Maar ik heb er een hekel aan als mijn haar heel erg lang nat is. Die douchemuts heb ik niet gebruikt, maar op zich best slim om mee te nemen. Tepelzalf. Ik weet niet zeker of je dit gelijk al nodig hebt. Want we hebben een borstvoedingscursus gedaan en toen heb ik gevraagd van, hey, moet je dat ook preventief smeren? En dat hoefde niet. Maar ik kan me voorstellen dat ik dat misschien toch wil doen. Ja, ik heb dat wel echt gelijk gebruikt. Want mijn baby was niet goed in aanhappen. Dus die sloopte gewoon ongeveer direct met tepels. Dus die zalf was fijn. En ik heb twee geurdingetjes bij me. Deze heb ik allebei gekregen. Nou, de ene is een pillow en body mist. En de ander is een olie. Die olie heb ik niet gebruikt, maar die spray wel. Was heel fijn. Ja, ik spray dat gewoon in de kamer. En ja, dat was echt wel heel fijn en kalmerend. Wat me ook hielp is dat ik het voor de bevalling al, als ik dan ging slapen, spreekde ik dat ook even. En dan deed ik even ademhalingsoefeningen. Dus daardoor, ik weet niet of het echt zo is, maar ik associeerde voor mijn gevoel die geur met rust en kalmte. Dus dat hielp me misschien weer een klein beetje tijdens de bevalling. Nou, dan heb ik nog mijn spraybottel bij me. Dat is natuurlijk vooral voor na de bevalling, of eigenlijk helemaal voor na de bevalling. Doe je hier water in en dan kan je hierin knijpen en dan komt hier water uit. En dat is voor als je naar de wc gaat om hier wat water in te doen en een beetje down under te sprayen. Zodat het minder prikt en minder pijn doet en ja, schoon wordt. Die spraybottle was echt geweldig. En postpartum heb ik hem elke dag gebruikt en ook in het ziekenhuis heb ik hem al gebruikt. Tip is wel, doe er geen koud water in, want dat is echt heel naar. Maar doe er een beetje lauw of warm water in. Maar dat is echt een aanrader. Die neem ik mee. En dan heb ik ook voor na de bevalling nog een hele grote grandma onderbroek voor de pads. Misschien ga ik wel een netbroekje van het ziekenhuis gebruiken waar die kraamverbanden in kunnen. Maar misschien ook wel deze. Dat ondergoed heb ik niet gebruikt. Heb ik sowieso mijn hele postpartum periode niet gebruikt. Ik droeg altijd van die netbroekjes van het ziekenhuis. Vond ik veel fijner, maar dat is per persoon denk ik heel verschillend. En dan voor de terugweg heb ik nog een heerlijke cozy set bij me. Die set heb ik inderdaad gedragen. Was heel fijn en lekker om iets schoons en zachts te hebben om mee naar huis te gaan. Postpartum heb ik hem ook nog heel veel gedragen. Nou, en nu zijn er dus nog een paar dingen die hier niet in zitten. Even kijken. Oh ja, we moeten nog even zorgen dat we 1 euro munten hebben voor als we een rolstoel willen pakken in het ziekenhuis. Ja, ik heb op de heenweg geen rolstoel gebruikt, omdat het bij mij een inleiding was. Kon ik gewoon nog lopen, want er was nog niks aan de hand. Wel handig om inderdaad die euro-stukken bij je te hebben. En op de terugweg bracht zo'n vrijwilliger mij naar de ingang. En die had gewoon een rolstoel bij zich. Dus daar had ik ook geen muntstukken nodig, maar alsnog wel handig. Wat birth affirmations, dat zijn ja, van die quotes over de bevalling. En daar wil ik dan wat van printen, zodat ik die een beetje om me heen kan hebben tijdens de bevalling. Ja, die birth affirmations waren fijn. Ik heb ze niet gebruikt tijdens mijn bevalling, maar het uitzoeken ervan en het voorbereiden van die kaartjes knippen en plakken en zo. En ja, ik heb ze wel even tevoorschijn gehaald tijdens mijn bevalling, maar niet echt heel erg naar gekeken. Maar dat was fijn en gaf me ook wel echt steun. Dus dat was goed. Ja, dus that's it. Ik heb heel veel zin om ook als het een bevalling voorbij is en alles is weer een beetje oké en kalm, om dan terug te gaan kijken op deze video. Oké, jongens, dat was het. Het viel me eigenlijk best wel mee. Vooral het eten wat niet echt nuttig was en een paar dingen ja, waarvan ik denk heel logisch dat je het meenam. Ook heel logisch dat je het niet hebt gebruikt. Ik heb ook nog even een lijstje gemaakt met dingen die ik er nog bij heb gedaan of die ik heb gemist. Even kijken hoor. Ja, andere tops dus, breakers. Oh ja, ik heb nog van die LED-kaarsjes meegenomen. Heb ik uiteindelijk niet gebruikt. Want het was best wel licht in die kamer omdat ik overdag ben bevallen. Misschien als ik 's nachts ben bevallen dat ik het dan wel gebruikt had. Dus van die LED-kaarsjes, leuk idee, heb ik dus uiteindelijk alsnog niet gebruikt. Wat wel echt nog een enorme aanrader is, is om oordopjes mee te nemen tegen het geluid. Want een ziekenhuis is gewoon best wel lawaaierig en vooral die ventilatie daar is heel lawaaierig.
Dus oordopjes en een slaapmasker als je daarmee kan slapen. Want er was ook een soort lamp onder het bed waarin ik ging slapen 's nachts. En die kon niet uit. Dus dat vond ik ook echt erg vervelend. Ja, dus die twee dingen, oordopjes en slaapmasker voor als je een nacht moet blijven, is echt heel fijn. Zou ik de volgende keer absoluut meenemen. Ja, echt grappig om dit zo terug te zien, zeg. En mezelf zo in anticipation voor de bevalling te zien. Maar ik vind eigenlijk echt dat ik het best wel goed gedaan heb. Ja, ik had helemaal niet zo heel veel spullen bij me. Heel goed dat ik die yogabal niet helemaal meegesleept heb. Nou jongens, ik hoop dat dit jullie weer wat extra input heeft gegeven voor het inpakken van de bevaltas. Ik vond het in ieder geval heel leuk om te maken. En bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie in de volgende video. Bye!